Ik heb hier de nieuwe MacBook Air van Apple. Dit is de 15-inch versie met een M2. En ik ben voor het instapmodel gegaan. Of, nou, die heb ik opgestuurd gekregen. Want ik was vooral benieuwd, kan deze goedkoopste versie van de nieuwe MacBook Air ook mijn workload trekken? En ik ben veel aan het video monteren. Zoals je ziet, Photoshoppen, browsen, e-mailen. Oftewel, gewoon lekker aan het werk. Dus ik ben er nu 2 weken mee bezig. En het is echt mijn daily driver geworden. En ik zeg je eerlijk, ik kan nu al niet meer zonder eigenlijk. Want ja, vooral die M2-chip is super efficiënt. Daardoor gaat de accu echt bizar lang mee, maar het ding is echt heel snel. En als ik dan zelf in de markt zou zijn voor een nieuwe MacBook, dan zou ik misschien nog ineens meer voor een Pro-versie gaan, maar eerder voor deze Air, want die M2-chip is echt bizar snel. Ik heb Premiere openstaan, ik heb Photoshop openstaan, ik heb verschillende browsers openstaan en dat allemaal tegelijk en dat doet hij echt moeiteloos en dat ook maar met 8 GB RAM ernaast, maar die 256 GB SSD is sowieso misschien wat klein, maar is ook trager dan de 512 GB SSD versie, dus mocht je gaan upgraden voor de MacBook Air 15 inch, dan zou ik daar als eerste naar kijken. Maar de pleuris, wat is dit ding snel zeg, niet normaal. En ook nog eens een keer stil, want hij is fanloos. En dat is ook wel fijn dat je hem niet zo hoort blazen. Maar ja, een Pro hoeft voor mij nog ineens zozeer meer. En deze Air zal al voldoende zijn. Sick.